U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In het algemeen is er weinig bewolking boven Nederland. De zon schijnt volop en het is vanochtend op de meeste plaatsen droog. Maar er ontstaan wel een paar stapelwolken. En u zag net al boven Duitsland wat meer bewolking. Zodat in de ochtend vlak langs de oostgrens er misschien een enkel buitje valt. Maar verder is het droog en vrij zonnig met in de ochtend temperaturen tegen de 20 graden. Vanmiddag wordt het 21 tot 23 graden. In het oosten of noordoosten zou nog een enkel buitje kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En de wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond verdwijnen de meeste wolken, droog weer dus, met temperaturen rond 18 graden. Dan gaan we naar morgen en dan gaat het weerbeeld wel wat veranderen. Want van het westen uit neemt de bewolking toe. En in het westen vallen in de ochtend al buien. De rest van het land volgt in de middag voor de buien uit. 23 graden gemiddeld. En de wind waait stevig door uit het zuiden tot zuidoosten. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag een buienkans. Die buienkans is donderdag en vrijdag wat minder groot. En zaterdag kan het bij de buien ook omweren. De temperatuur ligt in de hele periode tussen 22 en 24 graden. De wind uit een zuidelijke richting. En er is gelukkig ook zon in het weerbeeld. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl